aangenomen, jongens. Ja. En er moet nog over gedebatteerd worden. Jullie zagen het net al, de camera is kapot gegaan. We hadden zoveel Thunderkings gestookt. En we hebben eigenlijk direct een nieuwe camera gekocht. Dus alsnog gaan we voor jullie stoken. Wat ik wilde vertellen in de video is dat er is dus een motie ingediend door de Tweede Kamer om het zwaardere vuurwerk te verbieden. We moeten er nog over debatteren, dus het is nog niet zeker wanneer het gaat gebeuren. Ik heb deze informatie trouwens van Ruben, SO naar hem. Ja, we hebben hier weer een goed gevulde tas. Kijk aan. En dat is altijd goed. Dus we gaan weer even lekker stoken, man. Over het veld heen. Wat we dus daarnet ook hebben gedaan. Wat jullie helaas hebben moeten missen. Dit waren de betere, jongens. Kofferatam. Gaan we gelijk even de fik inzetten. We hebben er nog heel wat van. En geloof me over... Ja, we hebben echt superveel er nog van, man. Ja. En ik zeg je eerlijk. Ik hoop dat ze niet verboden worden. Maar ja, ieder jaar zeggen we weer dat die kans erin zit. Dus ik hoop dat het nog zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Zullen we even eentje de lucht in schieten? Ik zou zeggen, schiet jij er even eentje lucht in? Lucht in of... Ik zou zeggen, ga je gang. Oké. Gaat die. Kakaat. Het is hard hoor in de lucht. Ik heb nog lekker een vuur. Oh, wat dik. Zo. Wat ben je gek? Wat gebeurde er gek? Zag je dat niet? Schuin altijd lachen. Kakaat. Vuurtje erbij. Hoppa. Een paar bij elkaar zetten. Heb jij ook die andere torch bij je? Ja, man. Kijk jongens, deze die is leuk. Deze is leuk. Hoppa, gelijk heel veel dingen in de fik. Dat ze knallen goed, hè? Ja, man. Hoe leuk speel dit. Mijn aansteker doet het een beetje. Doe maar. Maar aansteken doet het een beetje niet, man. Die van jou is echt goed. Ik heb dat ding al echt van een halve kilometer afstand aanzetten, gek. Echt goede knal, hè? Ready? Yo. Hoppie. We zaken voor de lol twee tegelijk, jongen. Oh, shit. Net te laag. Die staat er niet helemaal op. Twee tegelijk? Jo. Of paar of drie tegelijk? Heb oh, ja, maar die kan het wel, man. Snap je? Ja. Yes. Zet er eens even een vuurtje bij. Happy New Year! Ja, jongens, vuurcompilatie 2019-2020. Goed. Hoppa! Ik ken het allemaal. Oh, oh, oh. Oh. Dat is wel mooi. Hij gaat wel snel aan, man. Met die aansteker? Ja, man. Ik zeg je eerlijk. Maar eerlijk, die knallen zijn ook goed, hè? Hij is wel lachen, joh. Met deze? Ik zou zeggen. Een paar tegelijk? Giet er nog maar even een paar tegelijk, ja. Want in de lucht zijn ze het hardst. Ja. Oh, wat dit? Gevaarlijk, man. Nee, gek. Wat deed je allemaal, gek? Oh, je bek. Zo, bijna mijn ogen bij. Nog een paar. Ja, ja. Is dat gras in de fik? Oh. Nog één. Is de oorlog, jongen. Lijkt er wel op, hè? Ja, maar even serieus, kijk die roken blijven hangen, gek. Ja, man, fucking ziek. Kijk, je ziet overal die rook. Echt ziek, hè? Ja. Sup. Door. Ja, ja. Stooksessietje. Wel mooi bewolkt, man. Mooi. Lekker mistig. Kijk eens, ook in die mist, gek. Hoe dan? Hier nog een. Voor de kijkers. De kijkers. Ik ben er bijna aan.
Zo, wat dit? Ik val altijd in mijn poten, gek. Ja, deze op de ding. Gaat die? Yes. Hé, hey, kijk dat hij niet weer omvalt, gek. Mooi. Laatst gaat hij aan. Mooi bewolkt, gek. Ja, blijf gewoon hangen. Kijk die rook daar, gek. Ja. Fucking ziek. Even kijken als hij scherp stelt, tenminste. Nog één voor de kerels. Huh? Ja, jongens, we hebben ook een riot. Even kijken. Dit is volgens mij... Oh nee, is ook kat 2. Om verkeerde op zijn kop gelabeld. Ja, hij is wel echt goed, man. Gooi die Nederlandse meteen. Die is de oude. Twee tegelijk. Dat is de oude, hè? Hoor je het verschil? Ja, die tweede was harder. Die tweede was harder, ja. Deze was dat voor mij. Even zo. Schuin. Wacht even. Dit is die oude. Wat een verschil, man. Ja. Nou, nu heb ik er weer een paar... Ja, doe zo. Hierop. Nee, joh, zo. Hier of zo. Hoppa. Twee tegelijk. Een eentje van Broekhoff. Oh, yo. Kom check. Eens. Check deze, jongens. Ook even het fikkie in. Hoppa. Ik ben benieuwd, man. Die knalt sowieso harder. Moet ik hem daarna doen? Let op. Lachen. Helemaal mooi, jongen. Oeh, beeld een beetje schuin. Maakt er niet uit. Hoe kunnen we deze nog hebben? Luchtje in. Oh, ze hebben geen hand bij. Op! Oké, kijk. Ja, maar hey, besef hoe raar dit is. Dit is wel lachen, man. Kijk dan, ze leken gewoon echt op echte... Oh, huh? Ze leken op... zijn nog beter als knetterballen, eerlijk. Kijk hem stoken, gek. Ah, kijk uit, zo. Oh, wat is dit? Dit is er dichtbij gooien, goos. Steeds... En wacht even, als je even wacht. Laten we even aan de kijkers zien. Zo, kijk hoeveel je er hebt liggen, gek. Moet je kijken hoe raar ze eruit zien. Moet je uitpakken, ik ben best benieuwd hoe dat er dan uitziet. Mooi. Doe eens open, ja? Gewoon die cracklings van... Er zit niks in. Nee, dit is gewoon die dingen die in de knetterballen zitten, man. Oh ja, maar ja, je voelt die ballen is inderdaad. Dat is niet heel bijzonder. Dit staat gewoon, dus ik wil. Hey, stook anders ook nog even een kat 1 Thunderking af. Check dit. Kat 1 Thunderkings. Op een rijtje. Hoppa. Ja? Gewoon om... Gewoon om een beetje in de stemming te komen. Het zijn hard hoor, Goos. Hij gaf je hand. Ik kan niet missen. Zo, ik weet niet of... Ja, alles blijft hangen, man. Heftig, hè? Oh. Prachtig. Hé, hey, kijk, al die doosjes liggen smeulen dan. Oké, doe maar. Met die aansteker kan je ze allemaal tegelijk aansteken. Ja, mooi. Dat is eerder kan wel klaar komen.
Echt een ziek beeld, moet je kijken. Je moet zo'n auto nu ook hebben. Kijk dat shot. Al dat rook is blijven hangen, man. Mensen die er nou komen, die natuurliefhebbers. Ja, met oud en nieuw is het ziek, maar ik moet je zeggen... Oh, kut. Want je ziet dat vuurwerk niet. Nee, en bovendien, met al die blokken, dan is er te veel rook wat blijft hangen. Ja. Maar we hebben hier dus afgestoken en op dat moment... Gelukkig was die kapot gegaan. Ja, want ik heb nu een splinternieuwe opnieuw gehaald en dezelfde kwaliteit. Het zal maar met de compilatie gebeuren. Ja, precies dat. Dus ik dacht gelijk, bam, nieuw halen. Maar goed, de hele stookvideo van daarnet heb ik dus niet meer kunnen doen. Wat was er aan de hand? Microfoon was kapot. Dus je hoorde hele rare geluidjes erdoorheen. Ik denk dat er een soort diep onder zat. Was niet meer te redden. Maar we hebben alsnog voor jullie kunnen stoken, Thunderkings. We hebben gelukkig heel veel Thunderkings nog van vorig jaar over. En jullie hebben de bestelvideo kunnen zien. We hebben nog een hele gekke video. We hebben nog een hele gekke bestelling gedaan. Met Thunderkings ook erbij. Zodat we de komende jaren niet zonder zitten, man. Dus ik hoop dat jullie ook wat gaan inslaan van Thunderkings. Laat het weten voordat ze verboden worden. En het is dus nog niet zeker. Check ook allemaal even de video van Ruben daarover. Het is dus nog niet zeker. Ze moeten er nog over debatteren. Maar het kan zomaar zo zijn dat het pas in 2022 of zo gebeurt. Ik zie jullie weer bij de volgende video.